Als Ichtus College Kampen hebben we goud in handen. We zijn een christelijke school en geloven dat elk mens een unieke combinatie van talenten heeft gekregen. Talenten ontwikkelen zich niet vanzelf. Mensen leren door talenten actief in te zetten. Talenten ontwikkelen zich het best in een uitnodigende en uitdagende omgeving die nieuwsgierigheid prikkelt en stimuleert om te leren. Door ons onderwijs staan leerlingen straks leergierig, zelfbewust, creatief, nieuwsgierig en zelfstandig in de maatschappij. Onze leerlingen staan stevig in hun schoenen, bereiden zich voor op de toekomst, nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen en leveren een bijdrage aan de wereld om hen heen. Wij hebben goud in handen. Op onze school sta jij centraal. Ons onderwijs is persoonlijk. We hebben oog voor jouw mogelijkheden en belangstelling. We werken aan concrete doelen en bepalen samen de leerroute die bij jou past. We volgen je leerproces op de voet, zodat we kunnen aansluiten bij wat jou motiveert en wat jij nodig hebt in het leren. We werken vanuit vertrouwen en positieve verwachtingen, want dat stimuleert je om het beste uit jezelf te halen. We leven met elkaar in een samenleving die voortdurend verandert. Om je talenten blijvend te ontwikkelen, moet je leren om je leerproces zelf vorm te geven. Daarom besteden we aandacht aan vaardigheden om te leren en om te leven. In het begin bieden we je veel structuur. Dat heb je nodig om doelen te bereiken. Gaandeweg krijg je meer keuzemogelijkheden, waardoor je leert om zelfstandig te leren en om je verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces. Je leert wat het doel is van leren, hoe je het aanpakt en hoe je het beter kan doen. Onze feedback op jouw werk is erop gericht om je motivatie te verhogen en om je ruimte te geven om vanuit jezelf te willen leren. Het gaat om leren en niet om presteren. Het is onze bedoeling om je een stevige basis mee te geven, zodat je zelfstandig en vol zelfvertrouwen de school verlaat. Op het Ichtus College hebben we dakpanklassen. Dat betekent niet dat we op het dak van de school lesgeven. Het betekent dat je bijvoorbeeld in een TL-HAVO-klas zit of in een HAVO-VWO-klas. Je docenten hebben boeken gekozen die het best passen bij de klas waarin jij zit. Ik geef zelf geschiedenis en aardrijkskunde en de TL-HAVO-klas waarin ik lesgeef, hebben de TL-HAVO-versie van die boeken. In die boeken staan in elke paragraaf de leerdoelen en daar geeft de leraar je dan les over. Aan het eind van het hoofdstuk heb je een toets over die leerdoelen. Na een toets kan je leraar zien hoe goed je al bent in het vak, maar ook waar je nog niet zo goed in bent en hulp bij kunt krijgen. Meestal moeten leerlingen echt even wennen aan de middelbare school en aan de nieuwe vakken. Soms ook aan de bekende vakken die toch iets anders worden gegeven dan op de basisschool. Als je dan niet gelijk mooie voldoendes haalt, helpt een leraar je dus juist even op gang. Als een leraar dus ziet dat je het een moeilijk vak vindt, dan krijg je extra hulp. Zelf help ik die leerlingen met het uitwerken van de leerdoelen en met de opdrachten die zij moeten maken. De leerlingen die beter zijn in het vak, mogen het wat meer zelfstandig aanpakken. De leerlingen die heel goed zijn in het vak, krijgen soms net wat andere opdrachten om je uitgedaagd te worden. Daarom hebben we op het Ichtus College dakpanklassen, zodat jij 2 jaar de tijd krijgt om te wennen aan een nieuwe school. Zodat je kunt leren hoe je het beste kunt leren. Zo begeleiden we je in je executieve functies. Eén daarvan is bijvoorbeeld het leren plannen en organiseren van je werk. Hoe gebruik jij je agenda het beste? Je kan laten zien en komt erachter in welke vaardigheden je al goed bent. En waar je nog een beetje hulp bij nodig hebt. Zodat we je de kans geven om te laten zien wat jij allemaal in je mars hebt. Kortom, op het Ichtus College willen wij dat je de tijd krijgt om te laten zien wie jij bent. En wat je kunt. En in die tijd zijn wij er om je te helpen. En je op een passende manier uit te dagen. Het Ichtus College, dat is jouw school. Bij ons op school, daar is het bruis. We zijn een christelijke school waar we samen nadenken over wat belangrijk is in ons leven. Iedereen is welkom op deze school en iedereen die kan zichzelf zijn. We hebben belangstellingen voor jou en je inbreng hier op school. En loop je dan ergens tegenaan, dan helpen we je. Zo sluiten we aan bij hoe je leert, maar ook bij wat je nodig hebt. Door de begeleiding van je mentor of je vakdocent is extra hulp altijd dichtbij. Ben je bijvoorbeeld goed in het werken met je handen? Of heb je talent voor het doen van onderzoek? Dan gaan we daar wat mee doen. Ook werken we op het Ichtus College aan belangrijke vaardigheden. Dat zijn vaardigheden zoals samenwerken, of jezelf goed kunnen uitdrukken en originele oplossingen bedenken.
We vinden het belangrijk dat deze vaardigheden in de toekomst echt nodig zijn. Om goed te kunnen leren gebruiken we boeken, digitale leermiddelen, maar ook nieuwe technologieën. Dat alles ondersteunt jou in het leren. We zijn ook verbonden met bedrijven, organisaties, specialisten en vervolgopleidingen. Want we vinden dat het leren levensweg moet zijn. We vinden het belangrijk dat het Ichthus College een veilige school is waar jij je op je plek voelt. Voor een veilige school is het van belang dat de sfeer goed is. Daarvoor hebben we regels met elkaar afgesproken, waar we ons met z'n allen aan houden. Maar misschien nog wel veel belangrijker is om elkaar ook buiten de lessituatie veel te zien en samen dingen te beleven. Wanneer je elkaar goed kent, dan bouw je samen aan een goede schoolsfeer. We organiseren dan ook extra buitenschoolse activiteiten waarbij we leren, maar ook lekker lol met elkaar hebben. Ook organiseren we excursies en reizen, waarbij je letterlijk en figuurlijk jouw grenzen leert verleggen en elkaar nog beter leert kennen. Verder vinden we het erg belangrijk dat je leert om op een goede manier met elkaar om te gaan. Iedere leerling heeft een mentor en tijdens dit mentoruur bespreek je wekelijks wat er gebeurt. En zo word je als klas geholpen om samen een mooie tijd met elkaar te hebben bij ons op school. Tijdens het mentoruur bespreek je wekelijks wat er gebeurd is en word je als klas geholpen om samen een mooie tijd te hebben bij ons op school. Mijn droom voor het onderwijs is dat we jou zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Wanneer je vacatures van nu bekijkt, zie je dat creativiteit een veelgevraagde kwaliteit is. En dat is logisch, want de wereld verandert zo snel dat flexibel denken ontzettend belangrijk is geworden. Op onze school is veel ruimte om je creatieve talenten te ontwikkelen. We bieden namelijk 4 kunstvakken aan als examenvak. En het mooie van die kunstvakken is dat je leert denken en kijken op een originele manier. Doordat je out of the box leert denken, zie je nieuwe mogelijkheden. Leg je verbindingen die je op het eerste gezicht niet voor de hand liggen en durf je te experimenteren. En dat laatste vind ik vooral persoonlijk altijd mooi om te zien in de les. Want wanneer je gaat experimenteren, bestaat er even geen goed of fout. Vaak leveren fouten juist de mooiste toevoegingen of ideeën op. En wanneer je dan iets gemaakt hebt, of dat nou een kunstwerk is, of een mooie scène, of een nummer, dan voel je je trots en zelfverzekerd. Bij kunst ben je even niet alleen met je hoofd bezig, maar vooral met je hart. En dat maakt je een compleet mens. Het is mijn droom om jou dat te laten ervaren. Het Ichthus College is een christelijke school waar iedereen welkom is. We zijn er voor elk christelijk geloof, van protestants tot rooms-katholiek. Ook als je in een andere god gelooft of niet naar de kerk gaat, dan ben je van harte welkom. Dat wij een christelijke school zijn, merk je aan onze dagopeningen, vieringen, lessen en onze omgangsregels. Ook vinden we voorbeeldgedrag van medewerkers, docenten en leerlingen erg belangrijk. Je merkt het ook aan de aandacht en zorg voor jou als leerling. Als school willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens, uniek geschapen door God. Met jou hebben we goud in handen. Samengevat zie je onze identiteit in de volgende punten. We willen elkaar ontmoeten. We hopen aan onszelf en elkaar te werken. We willen werken aan een brede persoonsvorming. Wie ben ik en wie mag ik zijn? We proberen de grenzen te verleggen. We willen betrokken op elkaar en de maatschappij zijn. Succes met je keuze en we hopen je te zien.